dames en heren, welkom bij de meer succes podcast. Dit is alweer de meer succes podcast deel 2 met Robin Ubachs, Mr. Fine Hands. Fine hands. Daar ging ik weer, Finance himself. Um, <laughs> kijk, dit vind ik altijd het ongemakkelijke van een tweede keer een podcast opnemen. Want ik stel altijd een simpele vraag en dat is, wat is je definitie van succes? Maar hé, hey, weet je, misschien is het gewoon veranderd. Ja. Wat, wat, wat is je definitie van succes, Robin? Ja, nou we hebben, ik ga hem gewoon helemaal freestyle opnieuw doen. Echt. Want ik heb meerdere definities van succes. Zoals ik vorige keer in de, in de vorige podcast aangaf, ook al bij jou, uh, is dat ook iets wat denk ik mee verandert met waar je staat in het leven. Hè? Momenteel um, is die denk ik niet heel veel veranderd op basis van, uh, van de vorige podcast die we gemaakt hebben. Mm -hmm. Voor mij is succes nog steeds iets um, um, wat ik ervaar, zeg maar, in het zien slagen van hetgene wat ik doe. He, dus uh, met, met de bedrijven die we hebben, met de mensen die we aan het werk hebben. Um, met hoe die mensen met elkaar klikken. Hoe smooth eigenlijk het hele proces verloopt. En dat is eigenlijk uh, ja, op, op dit moment echt mijn uh, leidende definitie van succes. Hè, het zien werken van hetgene wat ik doe, bedenk, creëer, waarin ik in investeer ook. Dus, uh, dat? Niet veel veranderd van de vorige keer, volgens mij. Nee, nee, zeker niet. En uh, voel jij je nu ook weer uh, succesvol? Ja, nou, ik denk, dat, ik denk dat het niveau, zeg maar, van hoe ik dat nu ervaar. Uh, misschien wel een beetje uitgebreid is. Hè. We zien toch wel dat de laatste weken, de laatste, ik weet niet hoe lang het inmiddels geleden is dat wij die laatste podcast hebben gedaan. Een maand of twee. Uh, een maandje of twee denk ja. ik. Hè. Ja, voel ik me nu meer succesvol? Ik, de ik denk het wel. We hebben een aantal leuke dingen lopen en we zien dat de social media pakt echt uit nu. We horen toch heel veel dat uh, uh, die naam Mr. Finance begint, begint echt te vallen. Ook na je laatste podcast zien we dat daar gewoon een beetje een run op is gekomen. Helemaal mm. uit de e-com-industrie. Uh, en ik denk dat, dat dat een stukje erkenning is die me... Uh, meer succesvol laat voelen. <laughs> uh, daarnaast hebben we natuurlijk uh, ook de opnames en zo die plaatsvinden. Uh, we krijgen van alle kanten berichten en, en erkenning. Dus ik, ik voel me wel degelijk uh, meer succesvol dan, uh, dan de laatste podcast. Dat okay. zeker. Wat voor uh, advies zou je mensen meegeven op dit moment die uh, de vorige podcast hebben geluisterd en zeggen: Oh god, Robin is toch zo succesvol? Man. Kijken ze nu weer of fluisteren ze de podcast en denken: Robin is nog succesvoller geworden. Ja. Wat voor advies zou je geven aan die jongens die luisteren? Stop met jezelf te vergelijken met mijn <laughs> succes. <laughs> nee, maar dat is echt zo. Ik bedoel, uh, kijk, ik, ik, zie, ik zie dat heel veel. En helemaal nu op, op Instagram en zo, is dat uh, uh, meer en meer dat ik in de DM. Berichten krijg van mensen van zo, je hebt het goed voor elkaar en uh, ik ben uh, jaloers en dit soort dingen. Wel gewoon een hele positieve vibe die je krijgt. Mm. Alleen, uh, ja, komen we weer terug bij het punt zeg maar, waar we, waar we het toen ook over hadden. Dat vergelijken heel de tijd en, en constant maar bezig zijn met iemand anders succes en hoe dat allemaal uh, in elkaar steekt. Mm -hmm. Denk ik dat dat een van de grootste uh, rem of remmende factoren is op hun eigen succes. Ja. En hoe langer je jezelf begint te vergelijken met andere mensen, hoe lastiger het wordt voor jezelf om jezelf ook te kunnen ontwikkelen. Dat is, uh, daar ben je een voorstander van? Ja, ik ben gewoon een uh, grote voorstander van het, van het niet vergelijken. Lekker ja, met je eigen heet. situatie bezig zijn. Maar wat vind je dan, uh, want vind je niet dat mensen ook geïnspireerd moeten raken juist door het te vergelijken? Wel zeker, wel, en ik denk niet dat het, kijk, ik vergelijk mezelf ook wel eens met mensen alleen. Absoluut. Het moet geen leidende factor worden in je, in je journey. Wat is de leidende factor volgens jou? Nou, ik denk als de leidende factor is dat jij heel de dag op Instagram aan het scrollen bent om succesvolle mensen te trekken, dat je niet goed op niet goed bezig bent. Maar wat zou dan, dan wel de leidende factor moeten zijn? Ben je met, je met jezelf bezig, uh, ik heb het al eerder gezegd uh, uh, voor de mensen die me ook volgen. Kijk, ik uh, ik heb een aantal keer aangegeven, verwijder je social media gewoon bijvoorbeeld is een, uh, een, een aantal maanden of een half jaar of weet ik veel wat. Mm. En stop met eigenlijk constant daarop te focussen. Ik denk dat dat iets kan zijn wat je extreem kan helpen in je proces rondom zelfontwikkeling. Mm -hmm. en je ziet dat uh, deze cultuur, de, de huidige jeugd, is eigenlijk volledig gebaseerd en is alleen maar bezig met zichzelf te vergelijken en te profileren op Instagram, uh, Facebook, Snapchat, TikTok, noem het allemaal maar op. Op een manier die ze eigenlijk helemaal niet zijn of niet leven. Alleen maar om die, die dopamine kick te kunnen krijgen in hun hoofd. Weet je? En dat is uh, denk ik iets waardoor we zo'n zo grote populatie met onsuccesvolle jeugd hebben momenteel. Nou, en dan uh, van die jeugd ben jij degene die er dan outstanding uh, vanaf is ja. gekomen? Hey, um, wat, wat ik heel tof vind, uh, we hebben het vorige keer eigenlijk helemaal niet erover gehad, maar de, de, de grootste skill van succes was, uh, wat, wat zei je, sales of communicatie? Ja, communicatie. Communicatie, ja. Communicatie, en dat vind ik natuurlijk wel tof. Want we konden er vorig jaar helemaal niet op ingaan, want we hadden over allerlei andere successen. Maar ik vind het nou wel een leuk, mooi aankaartpuntje. Want ja. als er iets is wat ik heel leuk vind, dan is het communicatie en sales. Dus ik, ik vraag me wel af, wat is het eerste moment geweest voor jou, waarin jij dacht van, oké, okay, door middel van mijn, mijn stem, mijn keel, door middel van communicatie kan ik iets bereiken wat ik hiervoorheen niet kon. Ja. Wat was voor jou zo'n eerste moment erin? Ah, ik denk dat het eerste moment voor mij... Um Daarin was dat ik in, in Londen uh, mijn aandelen kreeg binnen het, uh, binnen het bedrijf uh, wat we daar hebben. En dat liet me eigenlijk zien dat op hele jonge leeftijd door middel van communicatie en door middel van een bepaalde expressie die je kan overbrengen op mensen, dat je toch al wel heel veel voor elkaar kan krijgen. Ja. En dat was voor mij echt een, een light bulb die in mijn hoofd ging branden, waarvan ik dacht, oké, okay, dit is vet. Als dit mogelijk is dan is uh, letterlijk de sky the limit. Ja. En dan kunnen we, kunnen we, denk ik, echt uh, uh, heel veel bereiken... als ik mezelf ga specialiseren op het stukje communicatie, sales... het overbrengen van emotie en verhaal. Mm -hmm. En dat is, dat is iets wat me extreem heeft geholpen in de the journey daarachter, zeg maar. Oké, okay, dus uh, vanaf dat moment ben jij jezelf gaan ontwikkelen. En wat heb je dan gedaan? Ben je... Ja, eigenlijk van alles. Ik, ik ging ook gewoon kijken naar, naar mensen die hoog zitten in de sales. Ik vind zelf bijvoorbeeld een Grant Cardone, een Gary Vee, noem ze maar op, vind ik best wel inspirerende guys op dat vlak. Die zijn dan toch in mijn optiek heel sterk daarin. Dus ik ben heel veel gaan kijken naar hoe doen die mensen dat. Ik ben neuromarketing, ben ik daarnaast gaan bekijken van hoe werkt het met. Mensen langzaam over de streep trekken. En dus het verzamelen van genoeg micro-yes's om mm -hmm. uiteindelijk die major-yes te krijgen. En dat liet me eigenlijk zien van oké, okay, dit is makkelijker dan je denkt. Want heel veel mensen, 90% van de mensen, heeft geen kennis hiervan. Mm -hmm. Dus dat betekent dat je altijd een soort van uh, informatievoorstand hebt zeg maar, op die mensen. Yeah. Waardoor je een sale makkelijk kan maken of een, of, een, of een overtuiging. Want ik denk dat alles in het leven een sale is. Luister, pitch. Blijven is a pitch, ja. <laughs> zeker weten, man. Het is maar de vraag van wie je ervoor overtuigd overtuigt. We, weet je wat ja. ik oprecht denk? Zeg maar, mensen is het geheim van leven. Want alles wat jij in jouw leven wil hebben, mensen hebben dat. Ja, zeker weten. Geluk, status, contacten, geld, liefde. Een andere persoon heeft datgene wat jij het liefste wil. En het is de taak aan jou om diegene ja. te overtuigen. Ja, te 100%. Life's a bitch. Uh, life's a bitch, zeker <laughs> weten. Sometimes life's a bitch, maar meestal is het een bitch. <laughs> nou, is the bitch bitch life? Yeah. Won't be a bitch anymore. <laughs> ja, precies dat. <that. laughs> Jij bent um, gelijk uh, doorgegaan. Je, je merkte steeds meer dat je je kon ontwikkelen. Uh, ik bedoel, netwerk is waarschijnlijk ook een van de dingen ja. die je ervoor gezorgd heeft. Ja, zeker. Uh, wat, um, wat zijn bepaalde... Uh, ja, dit, dit soort dingen weten natuurlijk al. Dat is een beetje het ding, dat is ook het toffe van. Um, want je bent natuurlijk uh, in... Uh, in Londen kwam je iemand tegen die in Dubai zat, toch? Ja, 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 in eerste instantie wel, ja. En dat was zeg maar degene waarvan van, van, van je dacht: van... wow, holy shit, dit is allemaal mogelijk. Maar je had het heel druk op dat moment met het doen van die dingen. Wat, um, wat zijn nou echt bepaalde connecties die jij echt hebt te danken aan dat gouden keeltje van je? <laughs> Om het zo te zeggen. Ja, dat is wel een goede. Uh, ik denk sowieso uh, alle partners en shareholders die we in, in Londen hebben, die hebben we daar sowieso aan te danken natuurlijk. Was dat ook uh, niet onder andere door het resultaat wat je liet zien? Ja, zeker weten. Dat was zeker niet alleen door de communicatie. Maar goed, uh, de communicatie heeft uiteindelijk er wel voor gezorgd dat ik natuurlijk ook een, een belanghebbende ben geworden. Mm -hmm. uh, anders had ik daar alleen maar een provider geweest van een bepaalde strategie. Kijk, en dat is één, maar ook hier zo in, in Dubai hebben we... Uh, best wel een, een redelijke schat aan connecties opgebouwd hè, met mensen die... Hoge plaats zijn met de locals hier zo, uh, real estate agents, noem het maar op. Eigenlijk alles wat we nodig hebben hier zo en wat we kunnen providen uh, deze dagen, komt vanuit die communicatie. Hetzelfde als wat we natuurlijk doen met, uh, met bijvoorbeeld assistants... Mm -hmm. en met, met de grote accountantskantoren die zijn aangesloten daarbij, de grote advocatenkantoren die zijn aangesloten. Ja, die doen niet altijd zaken met iemand van, uh, van 24. Maar nee. nou, weer, dus dat is, dat is ook weer een stukje communicatie en een stukje proof die je levert aan zo iemand. Hè. Proof of concept uh, noem ik het altijd. Mensen hebben gezien waar ik capabel toe ben. En, en, en doordat je dan kan overtuigen en die, die, die overtuiging ook kan overbrengen, uh, gaan ze uiteindelijk wel in zee. Dus ja. En daarnaast, ja, ons hele investerbestand, eh, ook met, met flinke high net worth individuals erin, ja, zijn allemaal ook te danken aan natuurlijk wat ik heb verteld. Ben jij de, de, de spraakmaker ook binnen, binnen het bedrijf? Ben jij zeg maar de, degene ja. die de talks doet? De, ja, ja, ja. De ja, ja. one who talks, the one who walks. Ik denk het wel. Ik, uh, ik ben altijd wel een, co een connectende factor, zeg maar, in het bedrijf geweest en eigenlijk nog steeds. Kijk, inmiddels uh, ga ik wel steeds meer naar de background, omdat ik het nu belangrijker vind dat er een team wordt klaargestoomd binnen het bedrijf die, die hier ook in verder kunnen ik heb uh, een hele duidelijke visie over wat ik met het bedrijf wil doen binnen vijf jaar is het wel de bedoeling dat het een keer uh, helemaal verkocht gaat worden mm -hmm. um, maar ik probeer nog wel steeds altijd de, de de beginstadia zeg maar de leidende rol te nemen qua communicatie het, ik merk gewoon dat het lastig is om mensen te vinden daarvoor en die daarvoor op te leiden. Ik, uh, jij hebt het uiteindelijk uh, gestart en dat vinden mensen een vet verhaal. Maar dat betekent niet dat wanneer je een directeur op iemands plaats zet, dat het nog steeds een vet verhaal is. Snap je? Even uh, half off topic. Jij bent uh, wel goed in het aannemen van mensen, denk ik, of niet? Het aannemen van mensen. Ja, ja nou, ik creëer ze zelf. Je, ja, dat, dat is, uh, ik kijk half acht hier, je, je assistent Alex. Ja. En uh, we zitten nu natuurlijk in Dubai. En, ja, uh, ik heb Alex voor, uh, daarvoor niet gezien, maar jij hebt echt de meest geweldige personal assistant die ik in mijn leven heb gezien. Ja. Hoe, uh, hoe is dat? Want, want dit is best wel een leuk verhaal. Want ja, zeker je beter. hebt mensen die personal assistants hebben, je hebt mensen die één op één met mensen bezig zijn, maar Alex, Alex is een heel ander verhaal. Vertel, <laughs> vertel, vertel <laughs> maar eens even of ons eigenlijk het verhaal van Alex. Wat ja. is dat gebeurd? Nou, dat is eigenlijk wel grappig. Dat, ik denk ook dat dat perfect omschrijft zeg maar, over onze strategie om, om echt goede mensen te vinden. Mm -hmm. Kijk, uh, Alex is ooit. Uh, Twee of tweeënhalf jaar geleden. Ik kan hem even niet aankijken hier, maar jij ongetwijfeld <laughs> wel, ik meen dat het zoiets was. Uh, zijn wij uh, in contact gekomen. Ik gaf destijds een uh, masterclass. Een driedaagse masterclass op mijn kantoor in Breda. Destijds. Mm -hmm. Daar hadden wij een uh, flink kantoor zitten. Dat was eigenlijk ons hoofdkantoor van TWR. Uh, en ik deed daar regelmatig gewoon masterclasses over treden. Geven. Mm -hmm. Dus. Uh, ik kreeg alex in de in de masterclass dat was een uh, vijf of zes personen uh, masterclass mm -hmm. en uh, we hebben het weekend afgerond en ik heb alex eigenlijk vanaf dat moment nooit meer uit het oog of uit het zicht verloren omdat alex me altijd bleef contacteren met vragen met met aanboden en, en dat vond ik... je dat leuk? Nou nee. ja, uh, op dat moment was ik eigenlijk, ik was volledig voorzien, weet je, en ik had het ook heel druk op dat moment. Dus ik ja. was vaak dacht ik nog zo: wow, dit is wel echt pure dedication, weet je wel. Die, ja. uh, die uh, hier zo achter zit. Die jongen, blijf me contacten, blijf me contacten. En toen had ik daar helemaal geen bedoeling mee. Ik, ik dacht van ja, het zal wel, weet je, ik reageer gewoon netjes en that's it. En eigenlijk pas, pas letterlijk, een, een anderhalf jaar later, toen ik eigenlijk mijn. Um, personal assistant die ik det, destijds had, de uitgooide, dacht ik van oké, okay, nu moet ik toch wel eens even goed gaan nadenken over wie ik weer toelaat zo close by, weet je. Want, want personal assistant, kijk je hebt mensen die op een bepaalde titel zitten binnen je bedrijf. Een directeur of een, of een, uh, een COO of noem het maar op. Mm -hmm. um, en daar heb je een zakelijke connectie mee. Maar een personal assistant is er altijd bij. Die is ja. er ook bij in je persoonlijke leven. Die is er ook bij uh, als je relatie uh, stuk loopt. Die is er, uh, snap je, die is overal bij. En ik ben best wel uh, wat dat betreft privacy gevoelig, zeg maar, in mijn privéleven. Kijk, wat ik deel, deel ik, en dat mag je van mij zien, maar ik hou ook uh, gewoon een groot deel voor, voor het, hetgene wat ik denk dat uh, uh, privacy heet. Mm -hmm. uh, dus ik ging kijken en ik denk, ja, wie is daar nou goed geschikt voor? En ja, toen kwam eigenlijk Alex in mij op. Ik denk, ik ga die jongen gewoon eens contacten. En ik ga gewoon eens kijken van... Wat, wat heeft hij nou eigenlijk echt voor een verhaal? Ik had zijn verhaal namelijk nog nooit gehoord. En zijn verhaal kwam uh, uh, als, als enigste kind ook uh, uh, heel close bij dat van mij. Uh, het kwam ook uh, best wel aan zeg maar, wat hij allemaal heeft uh, meegemaakt in zijn leven. Noem het maar op. Dus ik vond het heel vet. En ik merkte dat hij zeg maar, qua mensenkennis en qua uh, levenservaring voor zijn leeftijd echt way, way above zat, zeg maar. Nog steeds, nog ja. Steeds. Dat was uh, echt iets bizarres toen ik echt met hem begon te praten... other than een appje van ja, is goed. Snap je? Mm -hmm. en, Even voor de beeld van me. Alex was toen 17, toch? Uh, nee, was net 18, meen ik, hè? 18, jaar. Ja. Hij is nu 20. Dus hij is nu 20, ja. Jonge gast, oké. Okay. Hele jonge gast, zeker weten. <laughs> maar qua, en dat zeg ik niet snel, maar qua levenservaring en qua uh, communicatie en dat soort zaken... kan hij denk ik gewoon uh, bijna meten aan hetgene wat ik, uh, wat ik heb op mijn 24ste. Die ook eigenlijk al vrij hoog ligt natuurlijk voor, uh, voor mijn leeftijd. Uh, nou, en we, we zijn dat gewoon gaan doen, weet je. Ik heb hem, uh, ik heb hem meegenomen, en hij is eigenlijk steeds vaker is die bij, mij, uh, is die bij mij gekomen. Uh, in het begin ook nog volledig onbetaald. Gewoon de hele tijd was hij mee met mij. Hij was mee aan het grijnen tot diep in de nacht iedere keer. Ja, en toen dacht ik op den duur van, dit is het. Dit is hem gewoon. En uh, we zijn daarnaast dikke vrienden geworden, uh, uiteraard. Mm -hmm. En uh, wat, wat ik heel fijn vond, ik, ik heb een aantal persoonlijke om, omstandigheden gehad, zeg maar, die ik... Uh, Waar ik wel mee zat en waar ik eigenlijk met niemand echt lekker over kon sparren. Mm -hmm. uh, toen heb ik op den duur gewoon de deuren, de sluizen opengegooid en gezegd: van joh, dit en dit speelt er ook nog in mijn privéleven. Uh, en hij begon daar eigenlijk een soort van uh, boxing-sparringmatch op te geven. Hè? Van, hoe zou je dat dan? Waarom is het zo? Uh, hoe zou je dat tackelen? Hij begon eigenlijk mij allemaal advies te geven. Dat ik dacht van, wow, waar komt dit vandaan? Ja, weet je? Ja. Dat, had ik, dat had ik nog niet meegemaakt. En toen was voor mij eigenlijk het gewoon confirmed. Ik denk, ja, dit is het gewoon. Dit, dit, het moeten, we, dit moeten we doorzetten. Hij is uh, altijd op de achtergrond. Je hoort hem niet, maar hij is er wel. En hij is nee. bezig. Hij is aan het nadenken. Hij is een tweede brein voor mij geworden. Letterlijk. Mm -hmm. uh, die eigenlijk altijd uh, inzetbaar is. Dus dat, dat liet mij heel makkelijk zien weer... waar. Kom je aan als masterclass-student en waar eindig je? Inmiddels als, als mede-shareholder van de topholding bij ons. Dus gewoon mede-shareholder geworden van iemand die je irritant berichtjes aan het sturen was: van Hey, hey, hey. Nou, het mooie daarvan is ja, dat, dat is letterlijk wel het verhaal. En het mooie daarvan is dus dat dat wel laat zien, zeg maar, waar dedication eh, je kan brengen in, in dit geval. He, je, je wordt beloond voor de inzet die je toont. En hij heeft ook heel lang inzet uh, gegeven zonder, zonder uh, reward. Alex, ik heb even een vraag aan jou. Ik, ik wil even komen, kijken of jij uh, even bij de microfoon kan komen staan... om het even goed te kunnen... Ik denk het wel. Uh, uh, okay, dus, um, was jouw intentie al bij de eerste keer dat je hem zag of een bericht stuurde... van, hé, hey, ik ga met uh, Robin werken? Ik ben altijd wel gefascineerd geweest met wat hij uh, deed... Nee, ik heb toen wel altijd uh, ja, gedreven geweest om iets met hem te doen. Wat het toen was, wist, toen, wist ik niet. Maar ik wist wel dat er ooit een keer iets uit zou gaan komen. Okay. Dus uh, dat is ook zo gebeurd. Ik uh, chapeau. We, weet, weet je waar het met dit. Dat, dat was het voor ja, nu. Het, okay. Okay. Ja. Maar, maar dankjewel. We, weet je waarom ik het heel tof vond? Ik hoop dat je nog goed even meeluistert. Uh, um, lees je boeken, Alex? Ja, zo nu. nu Oké, okay. luisterboeken is ook goed. Robin, lees jij boeken? Ja, niet meer zoveel als vroeger, to be honest. Thinking Grow Rich gelezen? Ja, zeker weten. Okay, Thinking Grow Rich staat in, uh, een verhaal over Thomas Edison en. Uh, Watson Barnes, Edison Barnes? Ik ben zijn naam verkwijt. In ieder geval Bar Barnes, de, 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 de handlanger, de, de ja. assistent ja, ja, ja. als het ware. Van, uh. ja, 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 ja. En um, uh, Barnes was dus zeg maar een, uh, een bijna een zwerver die één keer een reclame voorbij zag van Thomas Edison. Klopt ja. En uh, hij dacht. Weet je wat ik ga doen? Maak me geen fuck uit wat het is. Maar ik word de assistent van Thomas Edison. Ja. Zonder ja, ja. geld is hij een trein opgestapt. Helemaal gereden naar Thomas Edison's plek. Ja. Wat gebeurt er? Hij mocht er niet werken. En hij zei: Maak me geen fuck uit wat het ook is. Ik, als het maak ik hier schoon. Ja. En hij is schoon gaan maken. Ja, ik heb het inderdaad gelezen. Ja. Voor de mensen die luisteren. Ja. En wat gebeurt er? Na jaren schoonmaken krijgt hij één stomme kans van wat niemand wou doen: en producten verkopen. Hij doet het, wordt de beste erin. En voordat je het weet, mede shareholder. shareholder. Ja. Dit is Joe Barnes. Same, same, story. <laughs> <laughs> same story. Same story. Maar zo zie je maar. Als mensen een brandend verlangen hebben... of tenminste het gevoel <laughs> hebben van... het oh, maakt me geen fuck uit wat het is. Ik, ik ga er gewoon 100 miljoen procent zeker voor... om wat het dan ook is te doen. En hij... ...onbetaald werken notabene... Hè? Ja. ...om puur een weg gewoon zijn visie te vervullen. Dat hoef, je, dat hoef je niet te veel te zeggen op social media... ...want dat gelooft niemand. <laughs> <laughs> nee, dat zit er voor heel veel mensen gewoon... ...denk ik niet in om die... ...om die drive te houden, zeg maar, ook op punten... ...dat je jezelf moet bewijzen. En wat je zegt, dat verlangen... ...brandend verlangen om ja. iets te... Uh, ...te behalen of te... ...succeeden, ik denk dat dat iets is... Wat, uh, wat heel weinig mensen kunnen beseffen of kunnen realiseren wat dat nou eigenlijk daadwerkelijk inhoudt. Ze zeggen het altijd wel: van ja, ik ga ervoor en ik ga dit doen en ik ga dat doen en ik ga zus doen. Maar uiteindelijk stopt het na een week. Snap je? En dat, zo werkt het niet. Ik denk dat je ergens maanden, uh, jaren, misschien wel tien jaar tijd in moet steken. En dan gaat het altijd wat worden. Het kan, dat, dat, je gaat er misschien geen miljonair mee worden, maar er gaat iets uitkomen. Als je doel is om miljonair te worden, dan word je dat. <laughs> Toch? Dat wel, ja. Kijk, als je dat, dat, dat na heeft, is het goed. Ja, ja, precies. ja, ja zeker. zeker. Dan, kijk, het maakt dan niet uit of je tien keer valt. Als je nog steeds tien keer opstaat, dan blijft het goed komen. En het probleem van de mensen is dat ze na de tweede keer vallen gewoon opgeven. Ja. ja, zeker. Ik denk dat die dedication levels ook steeds lager en lager worden. En dat komt, denk ik, terug op hetgene wat, uh, wat ik in het begin van de podcast aangaf. Kijk, iedereen is bezig met dat vergelijken. En als, als daar niet snel genoeg resultaat uitkomt... en ze kunnen zichzelf dus niet snel genoeg op een hoger voetstuk plaatsen... dan is de dedication weg. Gast, ze, ze mogen je best... Voor... Weet je wat ze doen? Ze moeten juist vergelijken met elkaar. Vergelijk met jou, vergelijk met mij, vergelijk met Alex. Maar ze zien aan de voorkant dat ze hier met een Lamborghini aan met het met bent... in de zon, maar ze zien niet hoe vaak je bent gevallen. Nee, maar zeker niet. Als, als ze zouden zien hoe vaak je hebt gefaald daarvoor... en dat ook zouden doen, dan zouden we echt op ja. een compleet andere plek staan. Ja, dat is wel de reden waarom ik ook probeer om toch altijd... een beetje beetje transparant te blijven over failures die je maakt, weet je. Kijk, dat dat is denk ik uh, waardevollere content dan dan hetgene wat we posten met een Lamborghini en met uh, met 20 uh, flessen Dom Perignon in je, in je rugzak. <laughs> Snap je dat? Ja, dat is ook een ander verhaal. <laughs> ja, die zijn leuk, hè, met nee, mij hier in Dubai. Ook, geweldig, geweldig. <laughs> maar oké, okay, laten we dan even het succes even, even in de prullenbak gooien. Laten we ja. het dan even hebben over fuck-ups. Ja. ja. Uh, eerste fuck up ding wat jij kan herinneren wat de laatste is gebeurd. Uh, ja, een van mijn fuck-ups die ik heb gemaakt is dat ik, uh, ik... Ik begon op den duur best leuk geld te verdienen hè, op jonge leeftijd. En uh, als je jong bent wil je groter en groter. En je wilt... Uh, ik, ik had letterlijk last van een, van een best wel uh, redelijke grootheidswaanzin. Ik wilde iedere keer maar, uh, maar uitbreiden. Ik, ik wou meer. Ik wou uh, meer aanzien, denk ik, daarin. En... Ik ben me op den duur gaan bezighouden met investeren in andere bedrijven. Ja, dus ik, mm -hmm. ik leende bedrijven in principe geld in ruil voor een stukje shares. En daarmee probeerde ik dan uh, van de tien investments de twee over te houden. En die twee moesten eigenlijk de acht fuck-ups oh. ruimschoots overtreffen. dit ging me even de vlucht. Well, je, je hebt een bedrijf en je yeah. leent iemand het bedrijf uit... Nee, 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 ik leen geld uit. Oh, oké. Okay, okay. ja. da daar ging mijn uh, nee, nee, ervaring. Dus je, je, je geeft geld of je leent geld aan mensen zodat ze een bedrijf kunnen vormen. Ja, en en gewoon dat... start-ups. Dus je okay. financier start-ups. Oké, okay, maar dat geld gaven ze je terug en je had een deel van de aandelen. Ja, precies. Okay, okay, dus okay, wat er feitelijk gezien gebeurde: ik de, ik kreeg per week kreeg ik een paar honderd start-ups op mijn bureau, uh, die start-ups ging ik dan doorheen gingen kijken wat ik de moeite waard vond en aan de hand van die alloqueerde ik dus geld bijvoorbeeld 100k naar een bedrijf toe. Mm. Nou dan wilde ik daar 33% van de shares voor hebben mm. en met, uh, met die shares uh, zou ik dan in de toekomst uiteraard het geld gaan verdienen mm. uh, en daarnaast moest het bedrijf mij de, de leningen terugbetalen. Ja, en dus uh, die ik uitleende over een periode van bijvoorbeeld vijf jaar. Alleen uh, wat gebeurde er? Uh, kijk, normaal gesproken, als je jij, als jij dit soort investeringen maakt, dan weet je dat je ongeveer uh, van de tien investeringen die je doet, gaan er acht fout. Twee blijven er over, die twee worden booming. En daarmee pak je het verlies van die acht pak je terug, plus ja, gewoon een dikke winst. Dat is een mm. beetje het model van, van start-up financiering. Anyway, dat uh, ging bij mij een beetje anders. Ik had in tien bedrijven geïnvesteerd die niet uh, in de sector zaten zeg maar, waarin ik me uh, eigenlijk bevond, dus ja. buiten de finance niche. En wat bij mij het probleem was, was dat in een keer in plaats van acht stuks die uh, default gingen, zeg maar, die failliet gingen, gingen er bij mij maar twee failliet. Ja. En dat was een groot probleem, want je kan beter acht stuks hebben die failliet gaan, want het management ja. van die startups is vaak totaal niet capabel voor het opvangen van de groei van zo'n bedrijf. Ja. Ja, nou, dan hebben wij redelijk wat connecties natuurlijk binnen de TWR groep. En dan hebben we uh, voor iedere sector eigenlijk wel klanditie. En wat er gebeurde was dat ik um, vanuit de TWR Investments groep. eigenlijk business begon te sturen naar die start-ups. Ja. Ik zorgde dat ze klanten kregen. Mm -hmm. En dat had ik nooit moeten doen. Want dat heeft letterlijk de eigen strop om mijn nek gebonden. En, uh, en me eigenlijk aangetrokken en het krukje weggeschopt. Want wat er gebeurde was dat. Um, het management van de ondernemingen die bleven bestaan, totaal niet capabel was om die druk op te vangen en om die klanditie op te vangen. En dat is een variabele factor die je nooit in handen hebt bij zo'n investering. En je investeert uiteindelijk in het idee. Tuurlijk, je doet een, een review op het management. Maar je weet totaal niet hoe iemand psychologisch kan omgaan met de druk van bedrijfsvoering, wanneer het dan zometeen de grond uit popt. Ja. Ja, en toen kwam ik in big trouble, want ik had dusdanig veel geld gealokeerd. En een dusdanig incapabel management in de meeste ondernemingen dat ik uh, zelf bij moest springen. Maar dan had ik helemaal geen tijd voor. Nee. En dat heeft me toen naar, een, naar, naar best wel uiterste gedreven. Dat heeft me ook echt heel veel geld gekost. Dat heeft me zeker uh, 80% laten terugvallen in mijn, in mijn vermogen destijds persoonlijk. Want dat had ik voornamelijk met privé geld gedaan. En dat was voor mij een realisatiemoment. Uh, toen heb ik, uh, ik ben ik thuis gekomen op een avond. Ik was. Eigenlijk meer in het vliegtuig dan dat ik op de grond stond. Want die bedrijven zaten ook nog verspreid zeg maar, over de wereld. Zaten niet allemaal in Nederland. En toen ben ik op de bank geploft. Toen ben ik uh, helemaal doorgedraaid. Ik ben, uh, ik ben gaan zitten. Ik heb gezegd: morgen gaat alles eruit. Alles wat niet finance related is, gaat weg. Wat het mag opleveren, levert het op. Eruit met die handel. Ja. En dat heb ik ook gedaan. De dag daarna heb ik alles geloosd. Dat heeft me bijna 1,2 miljoen euro gekost. Ja. En toen ben ik uh, uh, ja, eigenlijk gelukkig verder gegaan in de finance-industrie. En tot op de dag van vandaag <laughs> nog heel gelukkig. En heb ik nooit meer mijn vingers gebrand aan investeringen buiten mijn niche. Is dat niet een, uh, een vuistregel op het gebied van normale investeringen doen? Investeer niet in dingen die je niet kent? Ja, ik denk het wel. Maar uh, <laughs> ja, soms ben je verblind. Soms word je, word je verblind door je zogenaamde leidende succes, denk ik. En daar had ik ook last van. En daardoor ga je gekke dingen doen. Zoals dit. Ja, netjes. Het is eigenlijk een uh, goede les op een groot verhaal. Ja, ja een hele dure les. <laughs> ja, nee, dat, wel, dat wel. Ik heb mijn college geld betaald. Ja, Zeker ja. weten. Nee, maar dat zijn dingen, weet je, dat, dat zijn fuck-ups. Ja, wat voor fuck-ups? Ik heb, ik heb zoveel fuck-ups gemaakt. Ik bedoel, uh, dat, dat komt nog steeds wel eens voor. Denk, soms doe je dingen uh, uit een bepaalde noodzaak, of je, of je wilt uh, toch nog even net ergens uh, wat, wat extra pakken of wat dan ook. Ja, en dan ga je net eigenlijk buiten je compliance-procedure werken. Dan ga je eigenlijk net buiten je eigen opgestelde regels. Ja, en dan ga je vaak, je, zie je dan ook dat je gelijk gestraft wordt ja dat, uh, dat is wel een dingetje wat je merkt hè. als je te greedy wordt en te, gewoon bij jezelf eigenlijk geld voor ogen ziet in plaats van te denken van hm, is dit wel een verstandige keuze ga je domme zetten maken die eigenlijk achteraf ja. alleen maar in je komt buiten ja. ja dat is wel iets wat ik wat ik ook vaak meemaak je wordt gelijk op je vingers getikt en helemaal als je bijvoorbeeld kijkt naar het handelen op de markten dat is een idee je hebt een ja. set met regels overtreed je één regel word je eigenlijk vaak gelijk uh, uh, gebitslept zeg maar ja dus uh, de, de regels die je voor jezelf zet, hey, hou je daar. Hoe, hoe zit dat überhaupt met handelen op de markt, bro? Want ik, ik, ik weet het, want jij, jij doet day ja. toch? Of dat, dat... Ja, we doen van alles. Uh, ik, ik doe het zelf inmiddels uh, natuurlijk niet meer zoveel. We hmm. hebben gewoon uh, ook weer vanuit eigen opleiding mensen daarvoor opgeleid die dat voor ons doen. Uiteraard ben ik wel altijd de controlerende factor uh, in dit soort verhalen. Um, dus uh, ik, ik heb nog wel dagelijks contact met de investment teams. Maar hmm. Het daytrade is inderdaad een van de, van de strategieën die wij hanteren. Ja. En dat valt binnen, binnen de asset management die we wat, doen. Wat vind je zelf, wat vind je het zelf ook leuk om te doen? Of wat is zeg maar het ja. leukste, leukste ding dat is? Want ik snap überhaupt niet hoe dat hele day trade is. Ja. Bij mij is het <laughs> gewoon een koop iets. Ik wacht tien jaar of waarschijnlijk heb ja. ik geld verdiend. Maar... Ja, ik vind het heel leuk om te doen. Alleen, kijk, voor mij is het wel met een keerzijde dat ik de tijd voor moet hebben. Anders is het helemaal totaal niet leuk. Want dan zit je jezelf constant op te vreten. dat je eigenlijk niet goed kan focussen. day heeft heel veel focus nodig. Veel mensen verkijken zich daarop, hè. Die, uh, die, die willen zich volgas gaan bezighouden daarmee, maar vergeten eigenlijk dat, uh, uh, dat er geen uh, uh, tijd voor is. En ze hebben geen tijd, ze hebben met negen tot vijf of wat dan ook. Ja, dan moet je dat gewoon niet gaan doen, dan zijn er andere manieren om geld te verdienen. Ja. Maar dat is, uh, ja, ik vind het zeker leuk. Ik, ik zou ook graag weer, als ik ooit het bedrijf verkocht heb, gewoon hele dagen gaan daytraden. Ja, <laughs> ja serieus. Want, want je zegt dus, er is een bepaalde filosofie bij het daytraden. Ja. Ik, ik ken daytraden niet. Een bepaalde uh, filosofie had, hè, je had bepaalde grenzen die je niet moest overschrijden. En dat stond best wel gelijk aan uh, het echte leven. Wat ik super tof vind, want als je dus goed bent in daytraden, ben je ook goed in het echte leven. Meestal wel. <laughs> ja, ja, Je moet er sterk voor zijn, weet je. Psychologisch moet het allemaal kloppen het hele plaatje. Dat is ook wel grappig, man. Want uh, we waren gisteren natuurlijk aan het karten. En ja. uh, daar waren we waren met een paar crypto-multimiljonairs. Klinkt leuk om te zeggen, crypto-multimiljonairs. Crypto ja. Ja, ja, zeker. En um, Carl is degene die zeg maar het beste was. En ja. Carl die is volgens mij van de mensen ook een beetje het meest welvarend. Ja. Maar dat zou je totaal niet aan hem zeggen. Maar je merkt wel dat die mentaliteit die hij heeft ja. met dat crypto-daytraden... Met ja, crypto ja, ja zeker. Gelijk staat aan dat, uh, aan dat karten wat hij met ja. elkaar doet. Dus, 100%. Uh, maar, maar even weer off track. Maar, maar oh goed, die, die is van de troon gestoten hè, nu. Is hij van de troon gestoten ja zeker ben jij de crypto miljonair aan ja. nou? nee, nee nee ik ben in ieder geval de winnaar met de karten. Oh. <laughs> hij was te... ja nee jij was niet de winnaar van de karten. jij Carl is wel van, van onze groep van, van de Nederlanders was sneller, van de mensen ja. die Nederlands spraken was jij de nummer één maar die krijgen die krijgen die ja, ja. oké okay, even los van uh, uh, elkaar spiegel op tafel leggen wat, uh, wat was in ieder geval dat day Trader filosofie wat uh, we houden daarover nou ja dat was een <laughs> goeie wat het <dat> was <laughs> Ik zou, ik zou het heel eerlijk gezegd niet even meer weten. Ja, maar wat is de filosofie is de... die je hebt van een daytrader? Want, want dan kunnen we daar een mooie wijze les uit maken voor de, voor de luisteraars en kijkers. En dan uh, weten zij, oké, okay, als ik daytrader ben, dan ben ik succesvol, want? Want, want, want. De, want, de want. trades van... Uh, ja, nee, dan heb je discipline. discipline. Als, je de, ja, als je daytrader bent, uh, heb je denk ik een hele sterke routine nodig die, denk ik, je discipline aansterkt. Wat ik daarmee bedoel is dat je als daytrader niet... Uh, je kan dat niet uh, als een side project zien. Ja. Dus je moet daar echt mee bezig zijn. Je moet daar echt dagelijks een routine voor hebben... van wanneer kom ik naar de markt... Uh, wanneer begin mijn handelssessie... Uh, welke uh, randvoorwaarden liggen er aan zo'n handelssessie te grondslag. Uh, en je moet daarnaast psychologisch denk ik... heel uh, sterk in je schoenen staan... en gedisciplineerd in je schoenen staan. Want je moet weten okay, wanneer uh, stop ik... Uh, wanneer heb ik genoeg winst binnen... Uh, bij verliezen. Uh, tot hoe ver ga ik door. En hoe ga ik het verlies goed maken, durf ik de positie nogmaals te nemen als die weer alle checkboxes afvingt. Dus ik denk dat dat een uh, filosofie is van het daytraden. De, de, de discipline en de routine die je moet hebben hiervoor. Laten we, laten we gelijk even doorvullen naar een ander ik wil even beide onze meningen horen om te kijken hoe dat verschilt. Want yeah. wat. Um... Uh, ik wil het even gaan hebben over ondernemerschap in het algemeen. Ja. Wij, zijn, uh, wij zijn ondernemers allebei. Wij zijn wel ondernemers op een, op een heel ander vlakgebied uh, dan van elkaar. Maar toch hebben we ook best wel veel overlap aan elkaar. Ja. Wat, um, voor de mensen die aan het luisteren zijn en nog geen ondernemer zijn. Ja. Wat is volgens jou een eigenschap die ze sowieso moeten hebben als ze willen beginnen met ondernemen? Hmm, als je wil beginnen met ondernemen, moet je denk ik. Uh, ik denk dat dat ook terugkomt weer een beetje op die discipline, man. De discipline en de routine. Kijk, uh, als vooral als startende ondernemer is er een bepaalde uh, dedication nodig. Uh, je moet uh, onbetaald in principe kunnen werken. <laughs> en dat, dat is voor heel veel mensen iets wat, wat, wat uh, sinds kleins af aan, en vooral als je geen ondernemende ouders hebt of geen ondernemende familie, dan wordt er eigenlijk vanaf kleins af aan aan je geleerd. Dat ondernemen uh, risicovol is. En dat is het natuurlijk ook ergens wel. Maar dat je wordt eigenlijk in een, in een uh, dusdanig risico-avers hoekje geduwd. Mm -hmm. Dat de uh, only way die, die goed is. En ik moet even goed nadenken over hoe ik dit omschrijf aan jullie. Want het is een belangrijke message, denk ik wel. Je wordt vanuit het systeem geleerd dat die zekerheid hetgene is waar je voor moet gaan. Ja, uh, yes. En dat werk altijd direct tegenover een vergoeding moet staan. Dat ja. is een beetje het systeem. Dat is hoe het systeem gecreëerd is. Van de negen tot vijvers. Om ze even zo te omschrijven. Kijk, en doordat dat zo aanwezig is. Die, 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 dat geloof, die visie. moet je als ondernemer dat helemaal los kunnen laten. Want binnen het ondernemen. en vooral in je eerste jaren. gaat het niet zo zijn dat. Iedere uur wat je erin stopt betaald is. Pff, totaal niet. Nee. <laughs> Verre van. Ja. En dat weten we allemaal inmiddels wel. En Um, kijk, dat, dat is iets, daar heb je discipline voor nodig. Je moet keer op keer terug kunnen komen. Keer op keer dat, dat dingen. Als uh, ik hierop in mag haken. Ja, hè, zeker. Want um, wat mij opvalt is dat wij in de samenleving eigenlijk heel graag allemaal een bepaald visie, een bepaald doel hebben van dat is, ja, wij willen rijk en succesvol worden. Ja. Maar dan luisteren we niet naar het advies van de rijk en succesvolle mensen, maar van de mensen die dan in die 9 to 5 zitten. Ja. En als je gaat luisteren naar het advies van iemand die een normale baan hebt en niet het geld verdient, Excuse, niet dat geld verdient wat je verdient. Wat gebeurt er dan? Je ja. gaat dat leven krijgen. Ja, ja you, zeker weten. You take their advice, you take their life. Dus hmm. op basis van advies, welk advies je aanneemt, dat leven ga je krijgen. Dus wat jij zegt, is compleet waar. Want je bent een succesvol ondernemer. Ja. En voor jou is het logisch van. fucking 9 to 5. Je moet voor niks kunnen werken. Maar iemand die ja. het hoort zegt. Ja, maar luister, uh, pap nee. en mam die zeggen dit. Ja. Maar wa wat voor werkt het pap ja. en mam? Ja, ik heb het zo zelfs zo tot zover gek zien worden dat we dus. Uh, met assistants hè, met, uh, ja. met de consultancy hebben we best wel wat e-com e guys en ook hele jonge, jonge gasten die dan bij ons komen. Ja. Ja, die gewoon echt een paar miljoen verdienen ieder jaar. Al oh, echt op bizarre leeftijden, gewoon 16, 17 jaar oud. Uh, maar waar papa en mama gewoon volledig de rem erop gooien. Waardoor ze eigenlijk een half jaar later, als ik het, als ik het in mag schatten, gewoon niet meer capabel zijn om nog. Maar één euro binnen te halen. En ze krijgen kansen om naar het buitenland te gaan. Ze krijgen kansen om uh, nog meer te gaan verdienen. Ze krijgen de hele dag kansen en hun ouders in deze remmen ze. Ja. En dat is heel zonde om te zien, want die jongens hebben zoveel potentie. Alleen papa en mama vinden het allemaal zo spannend mm -hmm. dat ze de rem erop gooien. Ik ga nu heel even eerlijk zijn. Hè? Ja. Even gewoon vanuit de podcast. Ik weet dat jij redelijk supportive ouders hebt gehad, toch? Ja, zeker ja. weten. Mijn ouders hebben me altijd vrijgelaten om te doen wat ik wil. Bij mij was het compleet tegenovergesteld. Ja? ja. Dat is wel leuk voor deze podcast. Ja, ja precies. <laughs> wat, het, wat het namelijk was bij mij, is mijn ouders die stonden nooit achter mij. Of ik, nou, um, ik, ik heb hele traditionele ouders. Hè? Bij mij ja. dan zeggen we, Rabie, je moet naar school. Rabie, ja. je moet werken. Rabie, ja. je moet geld verdienen. Je moet dokter worden, advocaat worden. En het liefst allemaal tegelijkertijd je ja. naar het planeet Mars gaat. Maar dat, dat vond ik dus helemaal niet leuk. Weet je? Ik kom op school, vind ik kut. Ik zeg, ja. ik wil stop met school vinden hun niks. Ik wil uh, krantjesverkoper worden. Want ik zie dat er geld in zit. Ja. Uh, nee, ik verdien er geld mee en zeg nog steeds nee. Ja. Op een gegeven moment denk ik van ja, de mening van mijn ouders, daar moet ik gewoon niet naar luisteren. Want ja. als ik het leven het wil meer leven. Of niet moeten doen. Ja, niet maar, moeten doen. Maar, maar echt. Maar kijk, ja. ik wil een bepaald leven leven. Maar als ik naar hun zou luisteren, zou ik niet mijn eigen leven leven. Dan zou ik hun leven leven. Dus waarom zou ik? Los van of ik hier succesvol word of niet... niet mijn eigen leven leven. Hmm. Er zijn zoveel ja. dingen mogelijk, maar toch doe ik het... Nou, je hebt ook de, niet iedereen kan dat. Niet iedereen kan daar afstand van nemen... met de reden Bro, dat, luister, dat ze binnen nu, nu is de kans dat we fucking tientallen duizenden mensen... hiermee over kunnen hopen. Luister, als jij de optie... als jij ziet, het leven wat mijn ouders hebben... dat is niet het leven wat ik wil... Als jij ziet, Robin is fucking succesvol. Alex achter zijn assistent is fucking succesvol. Reben die doet dingen die ik ook ontzettend graag wil doen. Dan wie zou jij dan liever willen luisteren? Gewoon een eerlijke vraag. En dit is niet, hey, fuck school, fuck dit. Luister nooit meer naar je ouders. Gooi de troep in de brand. Nee, dit is gewoon luister naar het advies wat je krijgt van welke persoon. En probeer sommige dingen met een korreltje zout te nemen. Ja, Want als jij zeker. op een bepaalde plek wil komen. En filter het filter het. Je moet in uh, die, denk ik, adviezen altijd filteren op basis van hetgene wat iemand bereikt heeft. Ja. Ik denk dat, is, dat, is, dat sluit denk ik naadloos aan op hetgene wat je hier zegt en vooral met de ouders. Ik, ik, ik zie het letterlijk dagelijks gebeuren. Ik zie het letterlijk dagelijks gebeuren uh, binnen verschillende ondernemingen van ons. We hebben zelfs mensen die uh, in die uh, dusdanig geremd zijn dat hun bedrijf gewoon naar de klote is gegaan omdat hun ouders het er niet mee eens waren. Ja. Kijk, je moet... Uh, ik ben ook heel vrij jong uit huis gegaan. Mm -hmm. en niet omdat ik geen support kreeg van mijn ouders. Hè, te, verre van. Maar mijn ouders waren wel altijd. Uh, hoe moet ik dat zeggen? Heel kritiserend zeg maar op hetgene wat ik deed. Ja, dus, ze waren al ondernemers toch? Ja, zeker. Ja, dat, mijn... dat, dat is het grote verschil ook. Ja. Ik, denk, ik denk dat je juist een hele ander vuur tegen je hebt gekregen. Ja, ja 100 procent. Maar dat is juist hard, want als je dat niet had gekregen, zat je ook dat niet tevinden. Nee, dat is ook zeker waar. Het, ik, ik heb ook zeker vaak nog dat ik mijn, uh, mijn staart op tafel heb moeten leggen, omdat <laughs> ze toch gelijk hadden, weet je. Ja. Alleen dat wil je op dat moment niet geloven. En, en ik heb dan wel het privilege gehad, zeg maar, dat mijn ouders altijd zeiden van ja, ga het maar doen. En dan kijken we wel wat er uitkomt. Ja, Weet precies. Dat, dat is wel, uh, wel grappig, zeg maar. Uit de site. Ja, en toch wel geinig, man. Weer. Maar, maar je ouders zijn altijd verder wel supportief geweest. En ja. Als jij moest kijken naar, naar. Wat hebben jouw ouders jou gegeven waardoor je jouw succes hebt bereikt? Om beantwoord ik hem daarna ook, maar ik ben wel nieuw, het jouw kant. Uh, discipline, denk ik. Ik ben uh, echt sinds. Uh, Daar heb ik echt mijn vader voor vervloekt vroeger. Ik <laughs> uh, ben echt sinds mijn zesde, zevende ben ik gewoon altijd meegeweest met hem. Kon ik maar een hamer vasthouden, ik noem maar wat, dan was ik erbij, snap ja. je? En dat heeft me. Uh, destijds was dat in je jeugd is dat niet leuk. Je vriendjes nee. gaan buiten voetballen en jij bent bezig, snap ja. je? Maar nu, als ik terugkijk daarop, is dat wel hetgene geweest wat me vijf tot tien jaar ahead in time heeft gezet. Ja. Hè? Waardoor ik echt uh, misschien wel een verlaten jeugd heb gehad. Want ik, ja. ik vind het natuurlijk nog steeds leuk om allemaal wilde dingen te doen. Ja. Alleen. Uh, Kijk, ik denk, ik denk, wel dat dat iets is wat echt zwaar, zwaar heeft bijgedragen aan mijn succes. Dat ik, dat ik die drillperiode vast heb gehad. Moest oh, oké, okay, die drill was. Ja. ja, dat ook. Ja. Ja. ja, het was letterlijk een drillperiode, Dat. Ja, ja. Nee, maar dat is wel echt uh, de key takeaway die ik heb meegekregen van mijn ouders. Weet je, discipline, iedere dag show up. Wat, wat ik echt heel tof vind is dat jouw ouders dat je letterlijk hebben ver, nou, niet vertel, maar uit ja. daden hebben gebleken. En de daden van mijn ouders waren weer compleet anders. Want ja. Ik, ik kwam vanuit een plek waar, waar ik dacht: van ja, mijn ouders weten nog zelf niet hoe Nederland werkt. Hoe, dus ik moet ja, het zelf ja, uitzoeken, ja, weet ja, je. Precies, ja. En je vader wil één bepaald ding, maar je wilt toch die erkenning van je vader hebben, die hij niet geeft. Ja. Dus je bent zo hard aan het boksen om op een andere manier te kunnen geven wat. Ja, of te krijgen wat je eigenlijk wil geven. Dus ja. vandaar is mijn discipline in vuur gekomen om het ja, op een andere manier te bewijzen. Ja, man. heb je heb je jij hebt er ook wel een enige bewijsinstrument naar je ouders. Ja, denk, best, best wel. Best want je vader is sterk, juist man. heel succesvol. En ja. je wil ook weer kunnen laten zien ja. van hé, hey, pa, moet je zien in dat, en dat. Ja, en ergens heb je dan toch, weet je, voor mij is de. de uh, het is bij mij geweest dat ik iets compleets anders ben gaan doen... ...als, uh, als wat hij deed. Mede om het feit dat ik eigenlijk ja, is... uh, niet wou hebben dat ik uh, die naam kreeg. Weet je? De, dat alles van uh, papa, papa of ja, dat, ja. dat het op papa is gebouwd. Dus ik ben iets heel anders gaan doen. Ik ben heel vroeg weggegaan uit huis. Uh, ja. Met de reden om, om die bewijzing ja, ja, uh, niet alleen naar mijn ouders... ...maar ook naar de buitenwereld te maken. En dat, uh, daar heb ik vaak wel mee gezeten. omdat Je, je wilt eigenlijk toch steeds meer en je wilt... Wilt beter en sneller en groter, puur omdat je die eraan hebt. Maar aan de andere kant is dat ook weer iets geweest wat leidend is in mijn succes momenteel. Is dat, is dat wat je zegt of wat je voelt? Even... Ja, wat ik voel, denk ik. <laughs> Want ik heb totaal niet een bewijzing... Tenminste, dat voel ik dan. Hè. Voor mij ja. is het meer een. Uh... Ik, is het een bewijs, ik wil juist een inspiratie zijn voor. Ja. Maar is, is dat dan zeg maar weer hetzelfde als een bewijsingsdrang? Nee, of dat, dat wel denk anders? ik niet. Ik ja, denk toch? dat het iets anders is. Ik ja, denk we... Sowieso dat het iets anders is. Ik denk dat het meer een soort formaliteit is zoals jij hem ervaart. Jij hebt gewoon een uh, formaliteit dat je naar je ouders moet laten zien: hé hey, pap en man, kijk, het gaat ook best prima met mij. Snap je? En voor mij is dat echt een brandend vuur van binnen. Ja, ik denk dat we. Denk ik ook. Wat een filosofische podcast het ineens is ja, geworden. Ja, niet normaal hè. Wat vind jij van het leven? Ja, wat ik van het leven vind, nu. Go in, als, vind leven als, als, we toch, als we toch zo filosof, Als we deze kant op aan het gaan zijn. Wat, uh, wat is jouw... Uh, welke vraag wil ik hier nou opstellen? Ik had, ik had een hele filosofische vraag. Maar het, is een, het is compleet verwaagd. Wat, wat is leven volgens jou? Hoe ik dat ervaar? Wat, gewoon, wat is leven? Vooral, wat is wat er leven? zo filosofisch als ik kan? Pfeu, dat is echt een hele, dat is een hele goeie. Want daar kan ik echt heel breed op gaan. Maar ja, wat het leven is voor mij nu... En hoe ik dat ervaar is, is uh, bezig zijn met hetgene wat ik leuk vind. Met hetgene wat mij iedere dag voldoening geeft. Met alles waarvoor ik uh, een uur voordat de wekker gaat naast mijn bed sta. Dat is leven voor mij. En dat alles kunnen leuk. doen wat ik wil. Kijk, in deze maatschappij-wereld waarop we leven, is dat eenmaal gewoon heel erg sterk gekoppeld aan geld. Geld is je resource in deze. Zo zie ik het ook echt. Ik zie geld niet als iets wat. wat uh, mijn main goal is. Ik weet alleen dat het nodig is en dat er veel van nodig is om te kunnen doen wat ik wil, leven. Mm -hmm. Snap je? En dat is een beetje ook mijn opvatting, zeg maar, over leven en je ja, main source of life, namelijk geld. Ja. Zo gek als dat klinkt. Ja, nee, ik, ik ben, uh, ben er maar van laten inzinken. Dat is, dat is leven. Ja. Leven is potentie in mijn ogen. Ja. Ook? De, de, ik zei ik, zei, ik, zei, ik, ik, ik wil eigenlijk gewoon hetzelfde antwoord geven, maar nou moet ik even. Creatief ja, nou moet je heel even. Ja, ja, moet ja dan wil ik wel even overheen. Ja, okay, ja. <laughs> <laughs> um, waarom zeg ik potentie? Want um, de, put, leven is die potentie, maar leven is wat we met die potentie doen. Wij hebben allemaal in mijn ogen de mo dezelfde mogelijkheden. Waar je ook vandaan komt. Al ja. moet ik zeggen dat als jij meer bent in Afrika, het misschien anders is. Maar ja, in het als je uit de westerse wereld komt, heb je in principe allemaal dezelfde opportunity. Precies. Je kan in ieder geval dezelfde opportunity aanvliegen. Zelfs, ik bedoel, mijn vader is letterlijk van een land zonder die opportunity gevlogen naar een land. Dus Juist. waarschijnlijk als een wil is, is er een weg. Juist. Maar het punt is dat mensen eigenlijk niet zien waar zij in leven. Ja. Zij kiezen er letterlijk liever voor om op de bank te gaan netflixen, in plaats van naar hunzelf te kijken, heel diep binnen ja. hun hart, om te kijken wat er eigenlijk is geldt en die volledige potentie te kunnen benutten. Wat zonde is. Maar wat heel zonde is, zo zou, zou, zoveel mensen zouden zoveel verder kunnen zijn, helemaal met de huidige digitalisering van alles. Wat is nu een bedrijfskosten? Bedrijfskosten kan je zo goed als nul houden. Ja, dat, is dat is toch insane! Letterlijk. De, en het mooiste van alles het staat op het internet. Je kan Zeker. letterlijk twee keer googlen. Google komt. is je beste vriend in die uh... gast. Ik bedoel, tegenwoordig, wat, wat, je zegt het zelf: 15-jarige, 16-jarige die met e-commerce tonnen en miljoenen draaien. Zeker. En winst in de zakken steken waarmee ze zelf een event door kunnen halen. Weet je, ja. het een... Ja, <laughs> dus ja 100%. 100%. Maar daarom, ik, ik zeg ook altijd: ik hoor zoveel mensen klagen. En ook op mijn socials zie ik dat veel. Uh, Zoveel excuses. Er zijn zoveel excuses vanuit die angst om maar iets te gaan doen. Uh, en, en die angst voor het falen, dat is wat ze tegenhoudt. Uh, en dat komt wederom terug. En dan ga ik weer helemaal terug naar het begin van deze podcast. Ja. Door die vergelijking. Ze zijn zo bang om die vergelijkingsfactor die ze hebben op het moment, om die te verliezen, dat ze zichzelf eigenlijk constant vasthouden op één niveau en nooit gaan groeien omdat ze geen nieuwe stappen nemen een Dat is wat er gebeurt. Letterlijk, dat is totaal nou, wat er gebeurt. Laten we even naar, naar de next level gaan. Ja, ja. Laten we nou even spreken naar al die ondernemers die bij ons zitten. Ja. Al die ondernemers die lekker gaan. Ja. Ja. En lekker gaan... Laten we even een grens stellen aan lekker gaan. Jij bent een ondernemer die lekker gaat als jij... Laat het, ik vind het heel lullig om het met geld te vergelijken, maar geld is wel hier echt een goede geld factor. Hier, geld is hier leidend in. Als jij netto iedere maand... Wat zou zeggen? 10.000 10, 10, euro, 10, euro ja. overhoud. Dan ben jij een ondernemer die lekker gaat. Ja? Ja. Dus 10k per maand ben je lekker gaan. Hoe zou jij iets vinden als jij nu naar een next level kan gaan? En ik, ik zie, stel het je even voor. Hè? Jij bent een ondernemer, je verdient 10.000 euro per maand. Als je nog niet doet, doe even mee. Doe alsof je 10.000 euro per maand verdient. En wat zou voor jou heel eventjes de next level zijn? Kijk Robin, hè, wij twee zijn nu op dit moment in Dubai. Dubai ja. vind ik volgens mij, dat is echt de next level. Ja, het is pretty next level ja. De mensen die hier zijn ja, het is next level. Letterlijk gisteren zijn we gaan karten met een stel crypto multimiljonairs die ik normaal gesproken nooit in zou tegenkomen. Ja, maar dat is hier allemaal gewoon dat is, normaal. Dat is normaal, het ja. is een community, weet je. Dit hele land of deze hele stad, om het even een stad te ja. noemen, het hele emiraat is ja. erop ingericht om eh, mensen denk ik van over heel de wereld met een bepaald succes met een bepaalde uh, uh, accomplishment die ze hebben in het leven, hierheen te halen. Het is zo achterlijk duur dat je hier ja. eigenlijk geen mensen tegenkomt. Uh, in ieder geval niet die hier wonen, die uh, ja, niks hebben. Hè, want ja. dat kan gewoon niet. Je kan hier niet leven zonder geld. Je kan hier niet leven zonder een bepaalde vorm van succes, denk ik. Precies. Althans, ik zie er heel weinig. Ja. Zeg maar geen. <laughs> Kijk, en dat brengt wel een soort van hotspot hier samen voor allerlei succesvolle mensen. Het grote verschil is hier, denk ik, dat wij in Nederland een hele grote uh, differentiatie hebben tussen iemand die succesvol is mm -hmm. en iemand zoals jij of ik, ja. die 10k per maand verdient, bij ja. wijze van spreken. Kijk, uh, hier is dat niet. Die kloof is er niet, die gap is er niet, nee. want die mensen classificeren jou hier automatisch als op hetzelfde niveau wanneer jij hier woont. Dat, dat, dat neemt die hele gap. Om ook in contact te komen met die mensen weg. En dat, heeft, dat geeft ontiegelijke opportunity. Het is insane. It Niet is... normaal. We, wat het grootste probleem van next level gaan in Nederland is... is dat je moeite hebt met de mensen vinden om mee te connecten. Zeker. Vooral nu. Nu is het coronatijd. Ja. Bro, er zijn geen events. Nee. Je nee, kan nee. ze nergens vinden. Je, je hebt nergens masterminds. Maar hier, je loopt hier letterlijk over straten. Je komt een of andere sheik tegen met drie roze En dan kan je een gesprek aan meeklopen ja. voordat je het weet, sta je in zijn je achtertuin. je krijgt een serieus dierentuin. gesprek ja, nee, okay, ja, Ja, oké. Ook dat. Ook dat. Ja. Maar dat, zeg maar, zijn dierentuin ja. en een achtertuin is ook leuk. Maar, ja, zeker. <laughs> ja, denk 100. <laughs> maar Weet je, het is zo so insane. David de Zeeuw heb ik ook op een podcast gehad en hij zei ook: Van luister, als jij succesvol wil worden, ga connecten met mensen, ga op reis met mensen, ga ja, op zoek naar mensen. Zeker. Want in Nederland zeker. ga je ze niet vinden. Nee, Nederland is, wat dat betreft, en ik denk dat heel veel Europese landen daar last van hebben. Dat is, er is een dusdanige kloof daar gecreëerd tussen arm en rijk of succesvol en beginnend succesvol dat er geen ruimte meer is voor connectie. Die mensen, iemand die succesvol is. En dat, dat kan je zelf, denk ik, ook beamen. Mm. Uh, ga jij nu connecten met iemand die jou een random DM stuurt? Ga je die meeten? Uh, nu? Nou, gewoon heel eerlijk gezegd, als je in Nederland bent, stel iemand een random iemand stuurt jou op Instagram een DM om te meeten. Hangt van de pitch af. Ja, <laughs> oké, okay, daar ben ik het wel mee eens. Maar in 99% van de gevallen ja. gaat het antwoord nee ja, zijn. Klopt. Uh, als, klopt. Je, als je nu uh, uh, welke rapper dan ook uit Nederland een bericht stuurt, die gaat niet met je meeten. Nee, Doe dat je dat hier. En ben je hier zo gesetteld, Ben je hier je gewoon. Ga, gaat die meeting plaatsvinden? Dat is, echt je? Waar. dat is echt waar. En dat gebeurt niet in de Europese landen. Die kloof is veel te groot. Hier is het. Je hebt echt gelijk, bro. Dat ja, is echt een. Zin. Maar dat is iets wat ik op, op, op vrij jonge leeftijd ook al doorhad. Vier jaar terug, toen ik hierheen kwam. Uh, ja, toen was dat voor mij ook al duidelijk. Dat dit. Er was weliswaar met een hele berg minder mensen uit de industrie waar ik me mee bezig hield, maar die culture is hier altijd al geweest. Weet je, weet je wat ik dan, het contrast normaal is wel erg, maar vooral nu bro. Mensen zitten in Nederland gewoon letterlijk thuis, lockdown. Ja. Ze kunnen niet naar de winkels, ze kunnen niet met meerdere vrienden, ze kunnen niet eens kerst en nieuwjaar ja, zeker niet. op een fatsoenlijke manier vieren. Ja, ik vind dat we daar even iets tegen moeten doen. Ja. Je niet? ja, dat moeten we zeker doen. Denk je, dat denk je, moeten je, we zeker doen. Vieze glimlach op ons gezicht. Dan ja. Ja. We, we <laughs> hebben het hier al even over gehad. Ja, nee, dat <laughs> nee, maar, dit, dit is ook niet ingepland of zo, maar dit is wel gewoon een leuke transition into what, we're, uh, what we want to say. Uh, zeg maar, Robin en ik, we zitten hier in die zon te chillen. We, we, we kijken, we, we zijn bruin aan het worden. We denken gewoon bij onszelf. Ik begin extreem bruin te worden. Ja, maar echt, en ik ook al. Ik oh man, ik ben altijd zo trouwens. Daarom draag ik witte broeken. Zodat ja, dat dat het weer opvalt. Teken het mooi af. <laughs> maar. We denken dus van hey, luister. Um, wat nou als wij een extra deur geven aan de luisteraars, aan de kijkers, ja. aan de volgers, aan wat dan ook. Als we gewoon letterlijk een deur kunnen openen naar een netwerk van al mensen die hier in Dubai zijn. Ja. En ze kunnen leren van ons, van wat wij eigenlijk hebben gedaan. Zoals we hier in de podcast zeggen. Zoals al die dingen die we eigenlijk doen. Zodat ze gewoon ja. intensief met ons kunnen zijn. En gewoon een leap kunnen maken naar een volgend level, ja. naar dat next level. Ja. Ik denk dat het is is waar wat 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 top is om te creëren hier. Kijk, uh, je ziet vaak als mensen natuurlijk landen in een nieuwe omgeving dat dat ze altijd op zoek zijn naar, oké, okay, wie zit daar die mij hier de rond kan leiden. Ja, kijk, dat zijn we nu natuurlijk. Ja. Uh, dat is ook wat ik super tof vind om te doen, om een gewoon een community hier te creëren. Mensen die allemaal iets heel anders doen of het e-com ondernemers zijn of wat dan ook, gewoon de Nederlandse mensen hier bij elkaar brengen, uh, op weg helpen. Met het appartement, met de auto, met het regelen van hun visa's. Hier, noem het maar op. En ik denk dat uh, een event zoals we hem uh, natuurlijk uh, met, uh, in gedachten hebben, dat het een perfecte deur kan zijn. Een perfect opstapje kan zijn naar wat er hier allemaal mogelijk is. Ik ga het. Ik ga, we, gaan, we gaan het zo doen. Hè? Het is uh, binnenkort nieuwjaar. En ik weet het. Nederland, jongens, het is gewoon kut op dit moment. Je wil op dit moment gewoon echt. Echt niet in die regenachtige, koude, rot Nederland zijn met weer als het kan, überhaupt je familie, waar je toch alleen maar kerstruties mee gaat krijgen. Dus what about this? He? Ondernemers. Moet je je voorstellen wat voor mensen hier allemaal doen bij rondlopen? We hebben het net gezegd. Ja, het is heel divers. Het netwerk wat wij hier überhaupt hebben, daar, daar mag je u tegen zeggen. Laten we zeggen dat jij daarmee in contact komt. Laten we zeggen dat niet alleen jij, maar. 14, 19 andere ondernemers uit Nederland we ook samen laten overvliegen om hierheen te komen om die dingen te doen. Ja? Dus allemaal mensen die allemaal dezelfde intentie, doelen en andere dingen hebben van de econ, crypto, sales en noem eens even nog traders, nog, nog een paar andere businessmodellen. We hebben er zoveel. Zolang je alles lekker gaat, zoals we het net hebben gezegd, dan ben je hartstikke welkom om te komen naar onze mastermind die we deze drie dagen doen. Dus dat is letterlijk, wat doen wat we? 30, 31, 30, 31 30, en 1 januari. 31 en januari. Ja. Drie ja. dagen waarin wij jou gewoon gaan meenemen in het voelen van succesvol zijn. En wij jou gaan tellen met mind tricks en hacks en connecties om jou naar een next level te brengen. We hebben gastsprekers en al die dingen die regelen voor jou. En je bent gewoon een fucking Dubai. Je bent in fucking Dubai. Weg van dat rottige Nederland. Nou, wat we gaan doen is dus ik ga even dadelijk een linkje met een contactformuliertje maken voor jou. En luister, dit is echt, echt. Alleen als je lekker gaat. Dus, nou, als je daar twee tientjes op je bank hebt staan. en een vliegteken naar Dubai probeert te boeken. dan wens ik je succes, want dat gaat je sowieso niet lukken. Uh, je moet namelijk ook nog een coronatest in je huis. Oké, los van dat. Dat is vervelend. Alsjeblieft, als besef wel dat dit echt is voor die mensen. die nou gewoon op dit moment brandend in hun hart aan het voelen zijn. Dit moet ik doen, want dit brengt me naar de next level. Heb jij dat gevoel niet? Kom dan niet. Nee, doe ik ook niet. niet. Nee, ik, ik, ik wil persoonlijk, uh, als we dit uh, event doen, wil ik ook werken op selectie. Precies. Dus uh, ik wil de juiste mensen bij elkaar brengen. We gaan de tijd in investeren. We gaan uh, ons netwerk hier zo blootgeven. We gaan je meenemen in hoe Dubai uh, is, wat er mogelijk is, hoe het leven is, hoe de mensen zijn. Ik vind voor ons is het belangrijk dat de juiste mensen bij elkaar komen en dat het niet uh, een half uh, tam event nee. gaat worden. In nee, dus, Dubai wordt uh, het sowieso moeilijk om half tand te doen, maar goed. Nee, af, maar ja, weet je, als je, de, als je niet de juiste mensen bij elkaar vindt, dan, dan is dat zo. Dus uh, we zoeken ook een, 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 denk ik een hele sterke motivatie van jullie, uh, wie, die je eigenlijk kan delen met ons via het formulier. Dus uh, ga daarin los. Want ik wil weten wie je bent, wat je doet, of je geschikt bent om hier überhaupt te komen. Hey, uh, en dan uh, op een andere noot, ik vond uh, dit vond trouwens wel echt weer een goede podcast. Robin. Even, ja, even was een leuk. Tiki, even goed tikkie. Zeker. Verbaas me toch altijd wat voor loelgesprekken eruit ons hoofd komen. Allemaal goed. Aan. Ja, nou, we hebben veel te zeggen, denk ik, allebei. En uh, ik denk dat je met ieder topic zo breed kan gaan als dat wij doen. Dat, uh... Weet je wat ik trouwens echt het allertopste vind van Dubai? Nou? Belasting. Ja, ja, zeker weten. Je, je betaalt hier gewoon letterlijk niks. We, we, weet je wat we doen? La, laten we, laten we het, het hebben over dat belastingstelsel en andere dingen gewoon op een andere keer. Ja, en dat doen we. Ik ben zeker open voor nog een podcast. Ja, toch? Het is uiteindelijk onze specialiteit hier zo, mensen daarin te begeleiden en te laten zien wat mogelijk is. Ben jij nou benieuwd van, wat zijn Remy nou, nul belasting in Dubai? Dat heb je goed gehoord. E-com ondernemen wat dan ook. Letterlijk, ik ben ik er zelf ook nog een beetje sceptisch over. Maar ik ga nog even alles aan Robin erover vragen. Om te de hem van het lijf. Precies. De eerste knoopjes zijn al lopen. Ja, de volgende de volgen. Volgende. Dus dat, daar gaan we een andere keer over spreken. Ben je nou benieuwd naar de mastermind uh, en over de belastingstelsel tegelijkertijd? Nou goed, als je in Dubai bent, dan vertel je, je ook gewoon graag over, denk ik. Ja, zeker weten. Link zeker hier weten. beneden ga ik een formuliertje maken om jou uh, dat te laten invullen. En dan uh, neem Robin of ik even contact met je op. Uh, ja, echt. Wij twee gewoon. Uh, beide Samen. Naast te, te, elkaar. Hand in hand. Hand, hand in hand. <laughs> Huppelend over het strand hier waar de zon wel schijnt. Uh, nee, maar <laughs> waar, je wel, waar je wel een zwembroekje rond kan lopen. Precies. En uh, wel uh, kan genieten van het leven. Nee jongens, um, dat gaan we doen. Uh, podcast wordt vervolgd voor, uh, voor nu. Ja, zeker weten. Deel 3 uh, wordt uh, ja, wat specifieker. Eigenlijk moet ik altijd nog wel de standaard vragen. Robin, uh, als je een vraag aan mij zou hebben, welke vraag zou dat zijn? <laughs> ja, stom. Hè? Maar ja, ik, uh, ja, als ik een vraag aan jou zou hebben, poeh, dat is een hele goede nu. Ik, ik heb je zoveel gevraagd ja. de afgelopen dagen en weken. Ja, maar dat is een goede vraag aan jou. Wat doen we van het weekend? <laughs> dit weekend? Wat doen we van het weekend? Oh, niet Robertus. Niet meer. <laughs> okay. Jullie hebben allemaal de Instagram stories voorbij zien komen waarschijnlijk. <laughs> oké, okay, nou goed, dat was het dan weer. Uh, wacht, wat doen we eigenlijk dit weekend? Nou, oké, okay, laten we dat even off-camera gaan bespreken. Dames en heren, dit is de Meer Succes Podcast. Dank jullie wel voor het luisteren wederom. Robin, Ubachs, Mr. Finance himself, thank you very much. Mijn naam is Rebin en ik wens jou en jullie een hele fijne.